Fijn dat u kijkt naar Spakenburg Nu. Vandaag komen de volgende onderwerpen aan de orde. Inbraakpreventie, herfst in dierenpark, binnenplanten, sanguin, waarnemingen Westdijk. We zitten alweer midden in de donkere dagen en helaas zien we elk jaar een stijging in de inbraken, met straks een piek tijdens de feestdagen. Koen Staal, voorzitter van Nationale Inbraakpreventieweken, zegt drie redenen te zien waarom de voordeur als het ware open staat voor inbrekers. Ten eerste noemt hij het feit dat 1/3 van de voordeur niet voldoende is beveiligd. Verder doet men in 1/4 van de gevallen de deur niet op slot als men even de woning verlaat en er niemand in huis is. En de laatste reden is dat ruim 2/3 geen bewoonde indruk achterlaat als men 's avonds niet thuis is. Laten we allemaal ons gedrag bekijken en als het niet klopt daar actie op ondernemen. Kijk voor meer informatie op www.inbraakmislukt.nl. Bart-Jan Speller liet ons al eerder uitgebreid zien hoe we onze tuin op een mooie manier in wintertooi kunnen brengen. Maar we zoeken in de winter nog meer de gezelligheid binnen op. Binnenplanten krijgen vandaag dan ook volop de aandacht. Ja, het is natuurlijk oktober en dat betekent dat we steeds meer ook in huis vertoeven. En wat je de laatste tijd ziet, of eigenlijk al wat langer, dat de groene planten weer meer terrein winnen in huis. Het is een tijdje een beetje kaal geweest wat dat betreft, maar nu zijn ze weer helemaal terug. Ja, dat is echt iets van afgelopen jaren. We halen de planten steeds meer ook weer naar binnen toe. Dus en grotere? Grotere planten, kleinere planten, vensterbanken. Overal worden weer aan het plafond, op een kast, overal worden weer planten worden toegepast. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat het groen wat je buiten hebt, mee naar binnen neemt. Zodat je het hele jaar door in het groen staat. Nou, wat willen mensen nog meer? Ja, en het is ook goed voor je gezondheid, hè? Zeker. De zuurstof van planten. Ja, ja, de sfeer verhoogt het. Het is voor je leefklimaat binnen beter. Dus wat dat betreft, hoe meer planten, hoe beter. Het is alleen vaak, de verzorging is wat lastiger. Eigenlijk als algemene tip kan ik qua verzorging geven, geef niet te veel water. En al helemaal niet in de najaarsperiode moet je eigenlijk nog minder water geven als in voorjaar en zomer. Je zou zeggen, als de radiatoren weer volop branden, dan is het in huis droger. Dat is niet zo. Dat is op zich, heb je gelijk in. Dus daarom is het ook een algemene tip. Want heb je hem vlakbij een radiator staan en staat hij de hele dag op 21, ja, dan zul je wel iets meer moeten geven. Maar heb je hem daar een end van? Dat heeft te maken, de lichtintensiteit neemt af en de groei in een plant neemt ook af. En daarom moet je wat minder water geven. Kijk, een plant in huis, die staat in een pot. Ja. En hij is helemaal afhankelijk van jou. Als hij te weinig heeft, kan hij het niet ophalen. Heeft hij te veel, dan kan hij het niet kwijt. En daarom moet je dat zo rustig mogelijk doen. Gelijkmatig, eens in de week, niet te veel. En in de winter nog iets minder als in het voorjaar en in de zomer. Ik zie jou tussen een variëteit aan groen staan. Vertel er eens wat over. Nou, we hebben hier allerlei soorten en maten staan. Ik wil even deze toch even laten zien. Dat is een bananenplant. Die kan dus in het voorjaar, in de zomer, kan die naar buiten. Dan kan je dus op een balkon zetten. En op een gegeven moment, als het wat kouder wordt in deze periode, en je laat hem heel langzaam wennen aan de temperatuur buiten naar de temperatuur binnen, dan kan je hem dus ook op een lichte plek in de huiskamer neerzetten. Dus dan kan je van zo'n plant het hele jaar doorgenieten. He, als je maar zorgt dat het temperatuurverschil langzaam dat hij eraan kan wennen. En als hij licht staat, met wat minder water als in de zomer, dan heb je van de bananenplant de hele tijd een heleboel plezier. Ja. En vroeg in het voorjaar, zodra de temperatuur toelaat, weer naar buiten. Ja. Een heleboel mensen die in de zuidelijke landen wel eens geweest zijn, kennen hem. Niet op deze manier. De Strelitzia. We kennen hem dan allemaal met die enorme toortsen erin. Die helemaal knaloranje zijn. Oh ja, natuurlijk. Dat is deze. Ja, dat is deze. Plant opgaand, makkelijk en ook op een lichte plek neerzetten. En dan kan je daar voor in de woonkamer ook prima plezier van hebben. Als je een grote plant hebt, betekent dat dan ook dat je in een grote pot moet stoppen? Of maakt dat niet zo heel veel uit? Nou, dat is eigenlijk voor de plant wel veel beter. Op een gegeven moment, als hij met zijn wortels verder wil en je wil zorgen dat hij goed blijft voor de toekomst, dan zou hij wel een grotere pot moeten hebben. Wat ook belangrijk is,
niet te veel water, eens in de week. Maar geef ook eens wat voeding af en toe aan die plant. Ook daarvoor is hij helemaal afhankelijk van ons. Het blijft natuurlijk tegen natuurlijk. Ja. Dus je moet hem af en toe wel een beetje helpen. En dan kan je van zo'n strelitzia ook heel lang plezier hebben. En het is ook heel leuk dat zo'n plant, dat we een heleboel mensen daar wel kennen. En dat hij dus ook gewoon in de huiskamer kan. Achter jou zie ik zo'n mooie hanger. En ja, het retro is ook een beetje terug. Hè? Je ziet het al een beetje, dat geknoopte, waar dat in komt. Ja. Dat je ze zo erin kan hangen. Ja. Die kan je gewoon knippen als ze te lang worden. Maakt niet uit. Als je te lang wordt, dan ga je voorzichtig. Dan pak je zo'n takje en die kan je hier gewoon wegknippen. Ja. Ja, dat is geen enkel probleem. Dat je het een beetje binnen de perk houdt. Voor zo'n plant geldt op een gegeven moment, stel dat je hem toch heel veel groter wil laten worden. Hij zit natuurlijk nu in een niet zo hele grote pot. Dan moet de pot groter en dan kan de plant ook weer verder groeien. Ja. Voor de rest ook weinig water en dan kan die op een iets donkerder plek. En dan heb je daar op een kast hartstikke veel plezier van. Ja, en daarboven staan ze in een hele hippe tas. Ja, zo kan het ook. Ja, er zijn mogelijkheden genoeg tegenwoordig. De bloempotten hoeven niet per se meer. Hè? Je kan het net zo gek maken als dat je zelf wil. Zo is het. Ja, absoluut. Het is herfst. Ook in Dierenpark Amersfoort. De dieren gaan elk op hun eigen manier om met de veranderingen van de seizoenen. Dierverzorger Lotte Gielen vertelt er meer over. Het is volop herfst en dat levert voor de dieren in Dierenpark Amersfoort heel veel herfstplezier op. Nou, de Vodstotsa's vonden het nog een beetje spannend, maar uiteindelijk waren ze toch wel nieuwsgierig en aten de blaadjes lekker op. De tijgers daarentegen gingen gelijk op af en begonnen lekker te rollen door de blaadjes. De stokstaartjes waren erg druk bezig met graven en gingen op zoek naar insecten in de berg met herfstbladeren. Bezoekers kunnen in de herfst elke dag de dieren komen bewonderen in Dierenpark Amersfoort. Een aantal keer per jaar staat op het parkeerterrein voor de los een enorme wagen van Sanquin. Veel mensen komen op die dag bloed geven. Wij stapten de wagen binnen om eens een kijkje te nemen. Anja, je zit hier en je bent eigenlijk het beginpunt van elke donor. Hoe gaat dat? Hoe gaat het? De donor komt binnen en die geeft mij of een oproepkaart, maar dat hoeft niet. Maar in ieder geval een legitimatiebewijs. En dan zoeken ze zijn gegevens op in de computer of haar gegevens. En dan controleer ik of dat legitimatiebewijs bij de goede donor, of dat de goede donor op het scherm verschijnt. En dan print ik een keuring en afnameformulier uit. Carla Jongma, je staat hier nu even vrij, want het is best wel druk hier. Hoeveel mensen komen hier zo per dag? Waarschijnlijk zijn er zo'n 150 tot 170 mensen voor vandaag opgeroepen. En de praktijk wijst uit dat er ongeveer 120 mensen op een dag hier in de mal bloed komen geven. En de mal staat dan voor mobiele afnamelocatie. Ja. Nou, dat is een prachtige locatie hebben we gezien. Ja, speciaal voor ons gebouwd, ingericht en ideaal. Dus met 3 keuringskamers en 8 afnamestoelen. En we maken altijd van een vaste plek gebruik voor de baliewerkzaamheden. En dat mensen rustig kunnen invullen en koffie en thee krijgen. En dat is dus binnen. Waar moet een donor aan voldoen? Welke voorwaarden zijn er om donor te zijn? Goede gezondheid, laat ik dat voorop stellen, is een hele belangrijke. Je moet minimaal 18 jaar zijn en je kan je aanmelden tot volgens mij 60 jaar zo ongeveer. Maar je mag tot je 80ste donor zijn als de gezondheid dat allemaal toelaat. En daarom is er ook een hele vragenlijst die donoren invullen om te zien of er belemmeringen zijn voor dit moment, want de veiligheid van het bloed staat voorop. Want bloed wordt gegeven aan een patiënt die het hard nodig heeft en al verminderde weerstand heeft. Ja, die kwetsbaar is. Precies, dus de gezondheid is gewoon heel belangrijk. Waar wordt het bloed precies voor gebruikt? De afnamezak zoals wij hem
afnemen is het 500 milliliter en dat noemen wij dan vol bloed. En daar zitten, achter die zak zitten nog 3 vervolgzakken. Dan wordt het plasma gescheiden, rode cellen en bloedplaatjes. En plasma, daar wordt bijvoorbeeld medicatie van gemaakt voor iemand die bijvoorbeeld zelf geen stollingsfactor heeft. Maar je moet je voorstellen, ook iemand, een brandwondenpatiënt, verliest ook heel veel vocht en eiwitten. En ook daar wordt plasma voor gebruikt. En de rode cellen bijvoorbeeld, als mensen gewoon echt een slechte weerstand hebben, bijvoorbeeld leukemie hebben gehad, extra behoefte hebben aan bloedtransfusie, dan wordt dat op die manier gedaan. Dus zoals wij het afnemen, deze zakken die je daar ziet liggen, zo zie je het bij een patiënt nooit terug in het ziekenhuis. Dus er gaat nog een heel proces. Een heel proces aan vooraf, voordat het uiteindelijk op de plank of in de koelkast ligt bij het ziekenhuis. Ja. Denk ik ongeveer 120 donoren hier. Zou dat niet veel meer kunnen zijn? Het zijn er ook veel meer. We hebben 5 van deze mobiele afnamelocaties die door het land heen trekken. En daarnaast nog, nou, volgens mij ruim 40 vaste afnamelocaties in de grote steden met name. Dus er wordt elke dag, elke door de werkdag wordt er volop bloed gegeven door donoren. Dus er is een grote groep vaste donoren. Ja, maar ik denk eigenlijk hier aan Bunschoten, dan vind ik 120 op 22.000 inwoners niet veel. Nee, maar dat is alleen maar voor dit moment. Hè. Voor vandaag zijn er dus zoveel mensen opgeroepen. En begin januari zijn we hier weer. En dan wordt de volgende groep van 200 donoren ongeveer opgeroepen. En mannen mogen 5 keer per jaar geven. Vrouwen mogen maximaal 3 keer per jaar geven. Dus zo is er constant een roulatiesysteem dat je weer aan de beurt bent. Jacqueline Hop is een van die trouwe mensen die regelmatig bloed geeft. We vroegen haar, waarom neem je elke keer weer die moeite? Omdat ik het sowieso fijn vind om wat voor de mensheid te kunnen betekenen. Het bloed dat ze van mij gaan nemen is voor onderzoek, is voor het maken van medicijnen, is voor mensen die een ongeluk krijgen en die dus bloed nodig hebben, is voor mensen met bloedtransfusies, met bloedziektes. En voor mijn eigen lichaam is het ook goed, want die krijgt weer even een boost van dat lijf moet weer even een half litertje nieuw bloed aanmaken. Ja. Dus dan denk ik van ja, waarom niet? Ja. Het is best. Je bent er best wel een poosje mee bezig. Hoe lang duurt dat ongeveer? Als het eventjes een beetje doorloopt, weet je, je hebt je voortraject, je gaat je formuliertje invullen. Je gaat hier even zitten en dan word je opgeroepen door de arts. Ja, weet je, als ik helemaal klaar ben, half uurtje, 3 kwartier, op zijn hoogst een uur. Maar dat is echt met heel veel drukte. Dan sta je echt in de wachtrij. Ja, bij de arts dan word je toch ook weer gescreend, dus het is ook wel weer mooi dat je weet, alles is weer in orde. Ja, je bloeddruk wordt gemeten, je krijgt een vingerprik voor om je HB-gehalte te meten. Dus ja, je wordt eigenlijk weer even gecheckt. Ja? Ja. Okay. Succes, we gaan zo nog even bij je kijken. Ja, dankjewel. Waar ik nu naar kijk, je ziet nu hem schudden. Nu gaat hij aan het wegen, staat hij even stil. En dan zie je dat er nu 55 milliliter in die zak zit. En daarnaast zie je ook 55 milliliter neemt hij af per minuut. En dat is de eerste controle die ik heb. Hij moet boven de 40 milliliter per minuut afnemen. Anders gaat het te langzaam allemaal. Dus dat en gaat het wel eens te langzaam? Ja. Het is vandaar dat balletje soms ook om extra te knijpen. En soms, met name als je jonge vrouwelijke donoren hebt die nog heel iel zijn, dan zijn die vaten ook soms heel dun. En dan is het wel eens een uitdaging. Ja? Ja. Ja, en wat kun je dan doen om het te versnellen? Behalve sowieso, knijpen. Sowieso is het belangrijk dat er goed gedronken wordt. Dan zijn de vaten ook wat meer gevuld en dan gaat het soms ook wat makkelijker. Het knijpen is gewoon belangrijk en de stoelband die helpt ook mee. Dus nu ben je van 2 kanten eigenlijk aan het helpen op dit moment. En het hele proces moet in 12 minuten voltooid zijn. En dan is alles naar wens. En de buizen, daar wordt
De bloedgroep wordt weer opnieuw bepaald. Virussen zoals HIV en hepatitis worden getest en antistoffen. Die gaan vanavond al, of vannacht eigenlijk, in een computer worden die al getest. Of dat allemaal naar wens is en als dat goed is, dan wordt morgenochtend, dan wordt het bloed bewerkt in al die onderdelen wat ik zei. Ja, dus die zak zou niet weggaan als iets aan mankeren? Als er uit die testen iets afwijkends komt, dan wordt het handmatig nog eens een keer opnieuw gedaan. Want ja, een apparaat kan ook fouten maken soms. En anders, stel dat er toch echt iets heel bijzonders wordt gevonden, dan gaat die zak apart. En dan mag die nog wel altijd voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden, maar niet vaak dan niet voor patiëntendoeleinden. De koffiedames, dit is het laatste traject. Wat gebeurt hier? Nou, hier bieden we de mensen een kopje koffie of thee aan, een glaasje chardrans en met een lekkere koek of krentenbol. En dan mogen ze naar huis. Ja, maar eventjes ze hebben het toch gewoon supergoed hier? Perfect, perfecte verzorging. Ja? Ook van Sanquine, dat is allemaal van hun. En als er nou iemand hier binnenkomt en die kan het nog net halen en dan gaat hij tegen de vloer, wat dan? Dat hadden we vanmiddag. Ja? Ja, en dan gaat hij op de stoel die hier aan de zijkant staat en dan leggen we hem even plat. En dan komt hij weer bij met een soepje of een kopje koffie. Komt helemaal goed. Van alle markten thuis. Hele goede handen. Perfect. Dankjewel. Afgelopen zaterdag was het weer de eerste zaterdag van de maand. En dat betekent dat er rondom de plasjes van Vitens waarnemingen gedaan werden. Het begon allemaal op 7 juli 2001. En Wim Smeets rekende uit dat het zaterdag voor de 221ste keer was. 16 mensen spotten 37 soorten en 358 vogels, waarbij de magelhaangans en de zeearend voor het eerst daar gezien werden. En dit was het alweer, Spakenburg Nu, met vandaag deze onderwerpen. Herfst in dierenpark, inbraakpreventie, binnenplanten, Sanquin en waarnemingen Westdijk. Donderdag is er weer een extra vrij item als er nog geen nieuws te melden is in BU1 Politiek. Vrijdag Los Sportcafé en zaterdag is het weer tijd voor Spakenburg Nu. Een hele fijne dag nog.